Ja, goedemorgen René. Ik zit nog aan mijn koffie, man. Oh, goedemorgen. Heerlijk. Oh. Dus dan ben je zo relaxed nog eventjes aan het chit-chatten. En dan zit ik gewoon nog met mijn koffie. Nou, die kwam dus bijna uit mijn neus. Maar goed. Goedemorgen, Nico. Hey, we zijn er weer. Dat vind ik wel leuk. Want vandaag hebben we het over de innerlijke criticus. En wat zegt jouw innerlijke criticus nou van dit moment? De innerlijke criticus. Kun je maar eerst uitleggen wat een innerlijke criticus volgens jou is? Want dat is weer zo'n omschrijving dat ik denk: wat moet ik ermee, Nico? Innerlijke criticus. Oké. Nou, ik had hem vorige podcast, of gisteren had ik hem aangedragen, omdat ik merk dat als ik kijk naar, naar gewoon veel mensen om me heen, dan zie ik dat ze heel veel bezig zijn met kritiek naar zichzelf. En eigenlijk heb ik het idee dat er een stukje in jou aanwezig is, dat eigenlijk altijd de hele tijd tegen je aan het praten is en kritiek aan het leveren is. Dus die de hele tijd zegt, je bent niet goed genoeg, je bent niet vroeg genoeg opgestaan, je had niet die derde koffie nog moeten drinken. Je mag geen koolhydraten eten. Ik laat hem even doorgaan. Hè? Ja. Dus eigenlijk een, noem het een persoon in jou, of een stemmetje in jou, die gewoon eigenlijk dat soort dingen tegen je zegt. De hele dag lang. Ja. Dus, en heb jij daar veel last van? Voor je gevoel? Ik zeg gewoon de hele tijd terug. Ik zeg, hou je wel van me. Nee, gewoon negeren. Nee, maar ik heb daar wel veel last van gehad. Alleen ik wist niet dat ik er last van had. Oké. Dus ik ging dan, op een gegeven moment ging ik elke keer, elke avond weer hardlopen. En dan weer naar de sportschool. En op een gegeven moment ging ik naar de sportschool. Maar ik wist eigenlijk niet meer waarom. Maar ik had echt zoiets van, ja, maar ik moet naar de sportschool. En ik moet dit. En die innerlijke criticus die bouwde steeds meer dingen op. Van moeten. En op een gegeven moment was het zoveel. En toen... Ja, dan in de jaren leer je gelukkig om dat minder te doen. En later pas besefte ik dat het eigenlijk een hele tijd een stemmetje me zei van... Ja, je moet harder en je gaat niet hard genoeg. En zover dat als ik ging mountainbiken, René, dan praat ik over... ik heb net 20 tegenstanders gezien in plaats van mensen. Precies, dus alles was competitie geworden bij jou. Ja, dus dat, dat is dan grappig. Ik zit erover na te denken hoe dat bij mij werkt. En wat ik dan wel heb, dus ik heb al eerder aangegeven dat vorig jaar ben ik, de coronakilo's die zijn er bij mij ook bijgekomen in 2020, dus dat waren de 6. En toen had ik wel die innerlijke criticus bij mij die steeds zei van, nou ja, joh, Hendricks, het is nu even klaar. Je gaat nu, als je aan het thuiswerken bent, dan neem je tussendoor niet die stroopwafel of dat chocolaatje of allemaal. Want dat was ik allemaal aan het doen. En dat staat natuurlijk hier allemaal om mij heen. Ja, heel verleidelijk. En ik ben dol op chocola bijvoorbeeld. En een stroopwafeltje vind ik ook heerlijk. En als jij elke dag een stroopwafel zit te snijden en vervolgens hang jij de hele dag met je hoofd in dat scherm. Ja, dus veel minder beweging als dat je gewend bent. Ja, dan is het natuurlijk een optelsommetje. En dan kom je dus kilo's aan. En die innerlijke criticus bij mij, die nou ja, eigenlijk dan op een gegeven moment dus dat stemmetje. En die zei nou wel gewoon, oké, nu niet meer. Je stopt er gewoon mee. Ja, precies. En daarom is hij ook soms ook wel goed. Maar ken je dan ook dan dat je dan denkt, ja, maar ik heb eigenlijk zin om van die stroopwafel te genieten. Dan heb je hem gegeten en dan zit je eigenlijk de hele tijd maar te denken, ja, had ik hem maar niet gegeten. Ja, en dan is de criticus niet zo heel handig, weet je wel. Nee, je denkt natuurlijk ook geregeld, nou ja, fuck it, weet je, hier die chocola en dan huppakee, want het is gewoon lekker. En, maar heb jij dan die criticus daarna die dan de hele dag zegt van, ja, maar ja, nou, niet de hele dag. Maar vaak, als ik er dan mee geconfronteerd word en ik stap dan weer op die weegschaal en ik zie dus, ik was even goed bezig hè, met die 6 kilo die ging naar 5, naar 4. En vervolgens stagneert het of je ziet het weer naar 5 gaan. En dat is eigenlijk het moment dat die criticus voor mij eigenlijk een beetje uit die weegschaal omhoog komt. Dat ik denk, ah shit, zie het wel, ik moet dat niet doen. Dus op zo'n manier ben ik daar een beetje mee aan de gang. Maar het is wel grappig, want... we hebben natuurlijk deze podcast, het gaat heel vaak over bewustzijn ook. Ik ben eigenlijk nooit bewust bezig met mijn innerlijke criticus.
Nee. Totdat jij mij daar vanmorgen confronteerde. Ja, ja, ja. Dus dat is altijd lekker, Nico. Hey. En wat ik dus mooi vind van die innerlijke criticus, en waarom ik er echt gewoon, namelijk echt onwijs veel zin had in deze podcast, is dat die criticus, wat ik denk veel mensen denken, of tenminste, het is mijn filosofie. Ja, dus als jullie het er niet mee eens zijn, laat het gewoon lekker weten, want dat vind ik wel leuk. Als mensen die het ook even niet mee eens zijn. Maar dat, die criticus, dat voelt voor mij alsof dan heb je dat gevoel van, ik heb dan een stroopwafel gegeten en daarna zit ik echt, ik kan daar niet van genieten. Want ik denk dat, ja, er zit dat ding ergens in mijn lichaam en ik heb helemaal geen behoefte aan suikers en die criticus gaat helemaal los. Maar om daar dan te leren met liefde naar te kijken en zeggen, jij mag er ook zijn en je mag inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, het is ook niet handig. Maar daar, zeg maar, liefde te sturen naar die criticus, dus in plaats van kritiek terug te geven naar die criticus. Ja. Kritiek op de criticus. Ja! Nee, maar dat is namelijk... Ja. Stel nou dat stuk in jezelf een persoon is en je zegt tegen die criticus, die wil, en je gaat heel erg kritisch terug zijn naar die criticus. Ja. Ja. Ja, het is niet dat hij kritiek wil. Hij wil eigenlijk gewoon ook daar zijn. Hij wil het beste eigenlijk voor jou. Maar goed, uiteindelijk, en daar is ook natuurlijk een topic wat we wel vaker geraakt hebben. Het gaat ook heel vaak om balans, hè. En je hebt dus ook nog waarschijnlijk andere, noem het eventjes, figuren in je hoofd rondlopen naast die interne criticus. Bijvoorbeeld de clown. Ik noem maar even een zijstap. Als je zeg maar zorgt voor een bepaalde balans tussen al dat soort figuren in jou, dan gaat het de goede kant op volgens mij. Maar dat is niet altijd even makkelijk, Nico. Hè? Nee, en wat ik nog wel voordat we gaan afsluiten, want jij wil altijd als we naar over de 6 minuten gaan, dan voel ik René al hangen. Dan is zeg maar een innerlijke criticus die zegt, hij duikt over die 6 minuten, daar gaat hij. Precies. Maar ik heb zelf, ik kan er nu om lachen. Ja. Maar ik heb eigenlijk jarenlang zo'n last gehad van die criticus. Bij alles wat ik deed, zat er gewoon een stemmetje in mijn hoofd dat zei, je doet het niet goed genoeg. Waarschijnlijk ga je het fout doen. En ja, eigenlijk gaf me dat heel veel angst. Dus je kan je voorstellen, ik weet niet of je het kan voorstellen, laat ik het gewoon zeggen vanuit mezelf, maar ik voel me gewoon heel erg bevrijd. Ik voel me gewoon echt bevrijd van een stuk last dat de hele tijd op me hing. Dus vandaar dat dit voor mij gewoon... Ja, de podcast is. Ja, mijn dag kan nu. Nou, precies. Dus je herkent hem. Je erkent hem. En sterker nog, je omarmt die innerlijke criticus, Nico. Ik vind het een mooie slot van deze podcast. En wat misschien wel aardig is voor morgen. Een podcast te maken. Het gaat over kritiek. Hè? En die innerlijke criticus, die komt eigenlijk vanuit jezelf. Maar hoe ga jij nou om met kritiek die je van buiten krijgt? Nou, dan mag je lekker een dagje over na gaan denken. En dan zie ik jou morgen weer, grote vriend. En comment. Elke als je het niet mee eens bent, wel mee eens. Ik hoor het graag. Oké, wakker worden. Mooie dag. Bye bye. Hoi.